Hallo en welkom bij Vitesse Dichtbij. Vandaag blikken we met Theo Bos terug op de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen ADO Den Haag. Nicky Hofs was voor even terug in Gelredome. Hij nam afscheid van zijn Vitesse-publiek. Piet Veldhuizen werd afgelopen seizoen door de supporters gekozen als speler van het jaar. We kijken nog even terug op de uitverkiezing. Zaterdag ontmoet Vitesse in de Arena tegenstander Ajax. We blikken met Sivart Sprokkel vooruit op dat duel. Maar we beginnen met het laatste Vitesse-nieuws. In navolging van de A- en B-jeugd is ook de C- en D-jeugd van Vitesse begonnen aan het nieuwe seizoen. Maandag stonden de jonge talenten voor het eerst op het trainingsveld. Het allerjongste elftal van Vitesse, de D3, begint volgende week pas aan het nieuwe seizoen. Oud-Vitessenaar Glenn Helder verzorgde afgelopen zondag de rustact tijdens de wedstrijd Vitesse-ADO Den Haag. De voormalige linksbuiten gaf een indrukwekkende drumsolo. Het Arnhemse publiek trakteerde hem terecht op een warm applaus. Het wedstrijdinformatieboekje Vitesse Vandaag is vanaf dit seizoen gratis te verkrijgen bij alle thuiswedstrijden van Vitesse. Vorig seizoen kostte het boekje nog 1 euro. Tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen FC Twente ontvangt u ze dus weer gratis. Nicky Hofs was afgelopen zondag weer even terug in Gelredome. De middenvelder was speciaal naar Arnhem gekomen om afscheid te nemen van zijn Vitesse-publiek. Hofs stapte deze zomer over naar het Cypriotische AEL Limassol. Op de middenstip werd de Arnhemmer toegesproken door clubman Jan Snellenburg. Bovendien kreeg Hofs een grote verrassing. Hij werd zilveren Vitessenaar en kreeg daarom een bijbehorend zilveren speeltje. Wat is er net gebeurd in de middenstip? Ja, een heel speciaal moment wat ik totaal niet had verwacht. En... ja, zilveren Vitessenaar geworden. En wat betekent dat? Ja, heel veel natuurlijk. Je bent zo lang al bij de club eigenlijk. En vorig jaar minder seizoen geweest en dan ga je weg. Heel snel eigenlijk. Je hebt geen afscheid kunnen nemen, niks. Je bent in één keer weg. En ja, dan is het op zo'n moment wel fantastisch om dit te krijgen. Ja, is het bijzonder om nog een laatste keer hier in het Gelredome te staan voor jouw supporters eigenlijk? Nou, ik hoop natuurlijk nooit de laatste keer, maar... ik bedoel, voor dit moment was het gewoon even moeilijk om hier te staan. Omdat je bent in één keer weggegaan. En je hebt van niemand afscheid kunnen nemen. Iedereen was op vakantie en je begon al. En, ja, dus even moeilijk. Ja, je bent inmiddels actief op Cyprus. Hoe is je eerste indruk daar? Ja, het is heel anders dan hier. Natuurlijk ook de weeromstandigheden hebben te maken. Het is allemaal wat moeilijker voor ons. Wij zijn dat helemaal niet gewend. En, 3 keer per dag trainen zijn we ook niet gewend eigenlijk. En ja, maar ik bedoel, verder bevalt het me vrij. Na de huldiging van Nicky Hofs begon voor Vitesse de competitie. De Arnhemmers wonnen de eerste wedstrijd van het seizoen met 3-1 van ADO Den Haag. Voor Vitesse scoorde William Pluijm en maakte Lasse Nielsson 2 doelpunten vanaf de penaltystip. Met Vitesse-trainer Theo Bos namen we op maandagochtend de kranten door in de vereniging in Elst. Theo, in de krant staat dat jullie gisteren het debuut hebben verknald van John van den Brom. Hoe is dat om zo'n debuut te verknallen? Och ja, goed, ik had liever het debuut van een andere trainer verknald dan dat van John. Want ja, hoe je het went of keert is dat toch een van mijn voetbalvrienden gebleven. Maar goed, uiteindelijk is dat voor hem vervelend, maar voor ons heel erg leuk. Ja, hij zei op de persconferentie, het is me weer niet gelukt om van Theo te winnen. Heb je zo, staat het zo in jouw voordeel, jullie onderlinge duels? Nou, dit was, ik weet niet precies hoeveelste ontmoeting dat we elkaar tegenkomen als trainers, maar... ik heb een aantal keren met Jong Vitesse tegen Jong Ajax gespeeld toen hij daar trainer was. Daarna met Den Bosch tegen AGOVV. En dan nu met Vitesse tegen Den Haag. Dus en volgens mij staat het ruim in mijn voordeel, ja. In de krant staat ook dat het een wedstrijd was gisteren met 2 gezichten. Eerste helft en tweede helft. Ben je het daarmee eens dat het verschil groot was? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk dat we de eerste helft niet goed deden. Ons inziens had het te maken met dat onze achterste linie met name te ver achteruit liep. Waardoor het werkgebied voor Van den Berg, Toornstra en Buijs heel groot was.
Die hadden steeds 15 tot 20 meter om in te bewegen en te lopen, waardoor we nooit in duel kwamen. De linies te ver uit elkaar lagen. Nou, we hebben dat geprobeerd in de eerste helft al recht te zetten door een aantal aanwijzingen te geven. Dat lukte ook redelijk. Ik vond dat we na een half uur, 35 minuten wat meer grip op de wedstrijd kregen. Uiteindelijk ook die gelijkmaker uitkwam. En in de tweede helft hebben we dat nog een keer duidelijk aangegeven. Dat het ook gewoon met lef te maken heeft. Want ja, ik kan me voorstellen dat je soms achteruit loopt omdat je bang bent geklopt te worden op snelheid. Maar het heeft zoveel consequenties voor de rest van het elftal. Dat je dat maar op de kop toe moet nemen. Dus ik moet zeggen dat ze dat tweede helft een stuk beter deden. Dat we ook van daaruit beter in de duels kwamen. En een aantal fantastische omschakelmomenten hadden waarin we uiteindelijk op de goede momenten de goals mee hebben. Dat wel. Het publiek was zeker over die tweede helft heel enthousiast gisteren. Heb je zelf ook genoten? Ah, ja, het was in ieder geval een hartstikke leuke wedstrijd om naar te kijken. Het golfde op en neer. Piet die nog twee ballen fantastisch redt voor ons. Wij die twee goals maken, twee penalties weliswaar. Maar ook eigenlijk nog meer goals hadden moeten maken. En wat beter hadden moeten uitspelen. Dus daar ligt zeker nog winst te boeken. Maar er gebeurde van alles. En ik denk dat het voor het publiek een hartstikke leuke wedstrijd was om naar te kijken. Dus ik zou zeggen, kom met z'n allen weer terug. Ja, wat ze ook zien, of wat ik hoor, is dat ze zoveel enthousiasme zien in het elftal. Meer dan vorig jaar. Merk je ook een verschil in enthousiasme in de kleedkamer bij de jongens? Ja, ik denk dat op zich de jongens heel veel voor elkaar over hebben dit jaar. Dat een verschil is met vorig jaar. Zoals eerder gezegd, daar meer eilandjes waren. Spelers die voor zichzelf bezig waren, die eigenlijk alleen maar met één ding bezig waren. En zeiden, hoe kom ik zo snel mogelijk weg hier? En ik denk dat we nu een elftal hebben die graag voor Vitesse spelen. Jongens die er alles voor willen doen om Vitesse succesvol te laten zijn. Dat is een groot winstpunt ten opzichte van vorig seizoen. Ja, als je naar de andere wedstrijden gaat kijken van dit weekend, wat is het meeste opgevallen? Toch de Graafschap die een hele goede overwinning boekt. Weliswaar op Excelsior, maar toch de eerste wedstrijden zijn nooit makkelijk. Zeker niet voor als je net gepromoveerd bent. Dan ook het puntverlies van Ajax in de laatste minuut met bij Groningen. Waar wij toch gezien hebben dat Ajax ook de wedstrijd eigenlijk moet beslissen in bepaalde fases. PSV dat toch uiteindelijk vrij eenvoudig wint bij Heerenveen. En Feyenoord wat van Utrecht wint, vond ik toch wel verrassend. Ook uiteindelijk op basis van de tweede helft vrij eenvoudig. Een bijzonder moment afgelopen zondag voor Vitesse-speler Ted Heijkman. De jonge Huissenaar maakte namelijk zijn debuut in het eerste elftal. Vorig seizoen speelde de aanvaller nog in de A1, dat uitkwam in de eerste divisie. Heijkman kwam zondag vlak voor tijd in de ploeg voor Lasse Nielsson. Het waren maar 5 minuten, maar het is voor mij echt fantastisch. Ja. Want je zit op de bank en op een gegeven moment wordt je naam geroepen van warm lopen. Hoe gaat dat? Ja, ik moest warm lopen in de 70ste minuut of zo. Toen een paar minuten voor tijd zei hij, kom maar. Dat is mooi. Als je daar dan zo warm loopt, wat denk je dan? Wat gaat er in je om? Ja, dat is fantastisch. Ik bedoel, normaal zit ik altijd op de tribune, Zuid, nog vorig jaar. Dus ja, dat is wel mooi. Ik had het niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar het is wel natuurlijk mooi. Vind ik wel mooi. Ja, dan even over de wedstrijd. Een wedstrijd met twee gezichten wellicht. De eerste helft en de tweede helft. Hoe heb jij dat ervaren? Ik denk dat die goal vlak voor rust, dat het cruciaal was. En toen de tweede helft vond ik veel beter als ADO. Dus ik denk dat we op basis van de tweede helft wel terecht hebben begonnen. En natuurlijk, de eerste wedstrijd is belangrijk. Vooral gezien het programma wat we nu krijgen. Dus het is wel goed dat we deze winnen. Ja, wat heeft de trainer in de rust tegen jullie gezegd? Ja, ik was in de rust was ik er niet bij, want ik zat wisselen. Dus ik was gewoon buiten. Maar ja, ik denk wel dat hij in de rust gezegd had dat het beter moest. Denk ik. Maar ja, toch, het stond 1-1 net voor rust. Dus de spelers waren denk ik wel blij opgelucht dat het in ieder geval 1-1 was. En dan kom je het veld in, je gaat ook nog een duel aan, of je maakt een overtreding. Ja, hoe heb jij die 5 minuten ervaren? Ja, die 5 minuten waren natuurlijk mooi. Ja, ik had niet verwacht dat het zo snel was, dus ik vind het wel mooi dat ik nu al speeltijd krijg. Nog veel bekenden op de tribune? Ja, zeker. Veel mensen komen hier uit de buurt, dus ja, dat is natuurlijk wel mooi. Ja. Veel bekenden die ik dan toch zie, dus ja, dat is voor mij wel erg mooi. Smaakt naar meer? Ja, tuurlijk. Smaakt altijd naar meer. Ik blijf mijn best doen, dan zien we het wel. Het is alweer zo'n 2 maanden geleden, maar we willen het u niet onthouden. Het jaarlijkse slotfeest van de supportersvereniging. Het feest werd gehouden in het supportershome van Vitesse.
De leden van de supportersvereniging maakten van deze gelegenheid gebruik om de kampioenselftallen van de jeugd te huldigen. Zo waren er dus bloemen voor trainer Bart van Rooyen van E1, voor trainer Leo van der Kraats van Vitesse D1 en voor Gerry Hamstra, de trainer van de A1. Natuurlijk waren ook alle spelers en trainers van het eerste elftal aanwezig. Want de grote vraag is deze avond: wie is de beste Vitesse-speler van het seizoen 2009-2010? De meningen leken vooraf verdeeld. Ik heb Pluim gestemd. Want? Ja, Veldhuis is dan een keer gewonnen. Ja, ik heb zelf gestemd op Kluimier, dus dat hoop ik ook. Nou, als we naar het hele seizoen kijken, denk ik dat één iemand er echt bovenuit steekt. En dat is denk ik Piet Veldhuizen. Mijn idee is absoluut dat Ono Kaya moet worden. Ik vind het, hij is van heel ver teruggekomen, heeft het ook zelf gedaan. En is op hele belangrijke momenten toch een dragende speler geweest. Hè? Uitwedstrijd Heracles bijvoorbeeld. Meer dan de 6-punten-wedstrijd. Dus jongen uit de Arnhemse jeugd ook eigenlijk toch. Dus ik vind dat hij het in alle opzichten heeft verdiend. De Vitesse-spelers werden één voor één naar voren geroepen door gastheer Henk Parre van de supportersvereniging. De grote vraag was natuurlijk wie de speler van het jaar is geworden. 49% van alle stemmen en dat zal niemand hier verbazen. Ja! Met één! Vandaag speler van het jaar geworden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooi opsteker en fijn om de vakantie in te gaan met de speler van het jaar. Ja, het is de tweede keer al in je carrière. Hoe voelt het dan om de beste te zijn van het hele team? Ja, kijk, natuurlijk is dat een bevestiging aan de supporters wie hun op dat moment het beste vinden. Natuurlijk is dat mooi naar mij, maar ik doe gewoon mijn best voor het team en dat vind ik heel belangrijk. Ja, je sprak net de supporters die hier zijn al een beetje toe van je hebt een moeilijk jaar gehad. Is dit dan een extra mooie opsteker? Ja, qua voetballen niet, maar qua privé situatie en nu het Nederlands elftal laatste bij dat ik afval. Het zijn allemaal natuurlijk tikjes die je krijgt. En dat zijn niet zomaar even dingen die 1, 2, 3 naast je neerleggen. Maar het moet wel en het leven gaat door. Dus ik ben een sterke jongen om daarmee door te gaan. Een dag na de 3-1 overwinning van Vitesse op ADO Den Haag werkte de selectie een rustige uitlooptraining af op Papendal. Dit keer was er geen bosloop, maar trainden de jongens onder leiding van masseur Gerard Verwaaien op het trainingsveld. En iedereen was goed gemutst, want met de sfeer binnen de ploeg zit het wel goed. Ja, zeker. Ik denk dat iedereen wel blij is met de 3 punten. En natuurlijk zijn er wel dingen waar we aan moeten werken, maar het is altijd lekker als je wint, ja. Ja, je zag het ook op de training, er worden dan grappige spelletjes gespeeld. Is dat zo lachen of niet? Ja, zeker. Iedereen is blij en iedereen heeft zin om te trainen. En het is lekker. Het is gewoon een lekker gevoel. Aankomend weekend wacht Vitesse een zware opgave. Want de ploeg van Theo Bos moet op bezoek bij Ajax. Ajax speelde afgelopen week weliswaar met 2-2 gelijk bij FC Groningen. Maar is dit seizoen weer een van de titelkandidaten. Ja, het is toch een toppertje. Vroeg in het seizoen en zulke wedstrijden wil iedereen spelen, wil iedereen fit zijn. En je wil natuurlijk altijd wel laten zien. Ik denk dat iedereen daar gefocust op is. Ajax is toch een topclub, dus pers zit er altijd bovenop daar. Dus. Ja, wat weet je van Ajax? Je hebt ze misschien dit weekend zien spelen, misschien ook nog tegen PAOK. Heb je een beeld van hun? Ajax is altijd wel een lastige ploeg. En ze proberen altijd te voetballen, zeker in de arena. En ik denk dat hun kwaliteit toch wel voorin zit met veel scorend vermogen. Dus het wordt wel een lastig potje. Ja, ze hebben een nieuwe spits, El Hamdawi. Staat hij op jou aankomend weekend? Ik denk dat hij wel in de spits staat, ja. Ik denk dat hij wel aardig in vorm is. Hij heeft wel een paar goaltjes al meegepikt. Dus ik denk dat we wel een moeilijke wedstrijd krijgen, ja. Vitesse bewaart weinig goede herinneringen aan de laatste editie in de arena. De vorige keer werd het 4-0 voor de Amsterdammers. Bij rust stond het 3-0 door doelpunten van Sim de Jong, Luis Suarez en een eigen goal van Paul Verhaag. Na de pauze bepaalde de Jong de eindstand op 4-0. Zaterdag is er dus een nieuwe kans voor de Arnhemmers. Theo Bos weet hoe Ajax bestreden moet worden. Ajax is natuurlijk een ploeg die met heel veel individuele kwaliteiten wedstrijden beslist. Dus je moet de ruimtes klein houden. Je moet niet veel ruimtes weggeven. We hebben dan geluk dat Suarez geschorst is.
El Hamdoui, die ook laat zien dat hij het scoren niet verleerd is. Dan meteen twee inschiet bij Groningen. Dat zijn spelers die, ondanks dat een elftal misschien niet helemaal top draait nog, die wel wedstrijden kunnen beslissen. Dus die dingen moeten we zien te elimineren. En zelf in de omschakeling een aantal keren gevaarlijk zijn en scoren. Dat kan, hè, want daar hebben we de spelers voor. En nu is het zaak om eigen, defensie zo te organiseren dat je niks weggeeft. De wedstrijd tussen Ajax en Vitesse begint om 6:45 en wordt gespeeld in de Amsterdam Arena. Dit was Vitesse Dichtbij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Kijk, gisteren was ik nog in Zutphen en toen heb ik me laten kooien.